staan hier op de Kruiskade in Rotterdam. Hier hebben we meer dan 50 parkeerplaatsen uitgerust met slimme parkeersensoren. En daarmee proberen wij de automobilisten in de stad eenvoudig naar een beschikbare parkeerplaats te leiden. We rijden weer midden in het centrum. Op zoek naar een beschikbare parkeerplaats. Die heb ik inmiddels al gevonden via mijn app. Dus de app die geeft de real-time bezettingsgraad van de draadloze parkeersensoren aan. En we gaan nu naar de parkeerplaats toe navigeren. Dus nu zijn we aangekomen bij de vrije parkeerplaats, zoals we net in de app gezien hebben. Dus geen parkeerstress, gewoon rustig maar auto parkeren. Kijk. Op dit moment rijdt er dus iemand weg en zal de parkeerplaats weer als vrij worden gezet in de app. Dus de volgende automobilist die op zoek is naar een parkeerplaats, die kan hier eenvoudig parkeren. Je hebt niet per se een app nodig om slimme parkeerplaatsen te vinden. Het kan ook via de parkeergeleidingsborden aan de kant van de weg, maar ook via de navigatiesystemen in de auto's. Dat is eigenlijk een hele praktische manier om efficiënt een parkeerplaats te vinden. Dit hier is nog een pilot. Inmiddels het LoRa-netwerk kunnen we straks de hele stad uitrusten met slimme parkeerplaatsen. We zien dat steeds meer steden wereldwijd inhaken op dit soort netwerken. En daarbij is parkeren slechts één van de toepassingen, denk ik.